ik wens jou toe dat die waterval alleen maar harder gaat en breder wordt. En dat jij ontzettend veel meer voor India kan doen. Voor de kinderen en voor de gehandicapten. Dank je wel. Super. Dank je. Hier bij de winkel geopend. Vraag, van harte gefeliciteerd met de opening van jullie nieuwe winkel op deze nieuwe locatie. Dankjewel, we zijn er heel blij mee. Ja, want het is jullie toch weer gelukt, hè? Ja, het is ons toch weer gelukt. Ons oude pand, daar gingen wij uit en we zochten een nieuwe locatie. Ja, we hebben natuurlijk geen vermogen omdat we een stichting zijn. En we kregen dit pand aangeboden door de familie Rood. Dus we zijn hier heel blij mee dat we hier tijdelijk mogen zitten. Ja, het is een prachtige locatie, mooie aanlooproute. Ja, we zitten natuurlijk nu wel op een gunstige plek dan dat we zaten. Aan de markt, naast de Action. Dus veel aanloop hier in de buurt, inderdaad, klopt. 11 december ben ik teruggekomen en toen zijn we eigenlijk gelijk hier begonnen. En vanaf 11 december tot aan vandaag zijn we dus continu eigenlijk elke dag bezig geweest met vrijwilligers om de boel een beetje bewoonbaar te maken. Want het is natuurlijk een slooppand. Dus ja, alles was eruit. Er zit ook niks in. Dus we hebben alles aan moeten leggen en alles er weer opnieuw in moeten zetten. Dus dat heeft heel veel tijd en energie gekost. Maar met heel veel hulp en sponsoring van mensen is dat heel goed gegaan. Mooi om te horen. Maar ja, India, daar ben je onlangs weer geweest en daar ga je binnenkort ook weer naartoe. Hoe is het daar? Hoe gaat het met de projecten? Ja, ik ben in begin oktober heen gegaan en dus half december teruggekomen. Nou, ik heb het heel druk gehad met mijn projecten. Heel veel kunnen betekenen voor mensen weer. Weer een nieuw project erbij waar ik heel veel voor kan doen. Wat is dat voor project? Nou, dat is een project wat voor vrouwen is. Dat gaat over huiselijk geweld, over menstruatie, over verkrachting. Dat soort zaken. Hele moeilijke zaken in India die heel gevoelig liggen. En wij proberen daar toch met gesprekken op scholen en in gemeenschappen, in dorpjes, proberen wij daar wat meer dingen mee te doen. Zodat mensen daar toch wat opener in worden. En ja, dat is echt een hele mooie uitdaging. En dat doe ik samen met een aantal studenten van de universiteit in Varanasi. Waar ik zit. Binnenkort ga je ook weer heen, hè? Wat ga je dan doen? Ja, ik ga eind deze maand vertrek ik ook weer. En dan ben ik het tot ongeveer half april, begin april. En ja, dan gaan we gewoon verder met waar we mee bezig waren. Er is nog zoveel te doen. Dus wat dat betreft, ik heb net een nieuwe rickshaw gekocht voor het gehandicaptenproject. Want die was gestolen. Dus ze kunnen nu de gehandicaptenkondens niet meer ophalen. Dus die is nu aangekocht. Dus nou, die moet ik dan ook weer gaan betalen natuurlijk. Want, allemaal dankzij jullie stichting. Ja, dat klopt inderdaad. En hetzelfde bijvoorbeeld op een school waar ze graag een gijzer willen hebben, omdat ze graag warm water willen hebben om de kindjes te wassen. Dat soort zaken. Het zijn hele kleine zaken relatief, maar het geeft hun zoveel. Dus ik heb er echt nog heel veel te doen. En we hebben allerlei bijeenkomsten op scholen die er komen. Er komen bepaalde feesten die georganiseerd worden waar we naartoe moeten. Ja, en ik heb nog iemand die komt de maand februari. En dan gaan we dus op de scholen weer ogen testen van de kinderen en kijken of kinderen ook een brilletje nodig zijn of eventueel naar het ziekenhuis naar een oogarts moeten. Dus dat is weer een project op zich voor de maand februari. Petra, je doet echt ongelooflijk veel. Ja, weet je, ik doe zoveel als ik kan. Ik kan natuurlijk niet alles doen, maar ik probeer zoveel mogelijk te doen. En gelukkig, als ik hier wel in Nederland ben, gaat het ook door. Ik kan natuurlijk mijn sponsoring toezeggen aan dingen en zorgen dat het geld daar komt. Ook vanuit Nederland is dat mogelijk. En ja, gelukkig loopt het ook in die periode gewoon door. Maar ja, we proberen zoveel mogelijk. En ja, zolang we sponsors hebben die ons geld overmaken, kunnen we in ieder geval dit soort mooie dingen doen. Dus wat dat betreft hoop ik dat mensen nog heel veel sponsoring gaan doen aan mijn project. En dat we nog veel dingen op kunnen pakken. Ik heb nog één ding wat ik misschien nog even onder de aandacht wil brengen. Dat is, daar ben ik al een poosje mee bezig. Dat is een nieuw dak en een nieuwe etage wat op school moet. Ja. Omdat het in verval is. Ja. Ik heb er al wel een mooi bedrag bij elkaar. En we beginnen ook wel met het project. Alleen we hebben het laatste stuk van het bedrag is nog niet binnen. Dus ja, als mensen nog zouden willen gaan sponsoren, speciaal voor deze school waar een nieuw dak op moet en een nieuw etage. Want als dat niet gebeurt, dan moet de school dicht en staan er 160 kinderen en 10 leerkrachten staan gewoon op straat. En het is echt, in India is het letterlijk op straat. Ze hebben dan echt helemaal niks meer. En dan zijn ze gewoon aan de bedelstaf, zijn ze weer terug. Dus ik zou heel graag mensen op willen roepen om mij daar toch nog iets voor over te maken. En hoe kunnen ze dat doen? Nou, dat kunnen ze doen op onze bankrekening. Als ze op mijn site kijken, www.chances.com.
4children.nl. Daar staat ons banknummer op. Je kunt ook een mailtje sturen naar info@chances4children.nl. Of op Facebook kijken en daar een berichtje sturen. Dus iedereen kan wel met mij in contact komen op een of andere manier om het nummer op te vragen. Petra, het is helemaal duidelijk en heel veel succes met alles wat je doet.